je deze buurt? Vind je dit een fijne buurt? Ja, ja. Ik vind het heel hartstikke Ik heb heel veel vriendjes hier. Ja? Ahmed, Abdullah, Dim, Frank. Herinner je wat je dromen waren in die tijd? Wat je zeker. Ik wilde piloot worden. Dat was mijn eerste droom. Voetballen waren we al, leek het. Hè? Toen, weet je, profvoetballer. Iedereen wilde profvoetballer worden. Maar je mocht niet op een voetbalclub van je vader? Nee. Weet je, hij was een bouwvakker, harde handen, ruw, hè? Leek wel schuurpapier. En toen zei hij van, je moet niet net als mijn worden, liet hij zijn handen zien. Je moet studeren, zeg je. Ik wil dat je studeert. En dat was de reden zo van, als hij gaat voetballen, gaat hij misschien school een beetje laten. Uiteindelijk ben ik een vakman geworden. Loodgieter ben ik geworden. MBO 4 afgerond. Ik ben er helemaal blij mee. Maar ik heb wel gestudeerd. Ik heb het wel geleerd. Dit is het trots wat ik heb. Waar ben je hier zo trots op? Hier heb ik het uitgevoerd, alles wat ik kan. Mijn talenten zitten hier. Je zegt alles wat ik kan. Wat is dat? Vakkennis, loodgieteren, hè? Aansturen ook. Iets bouwen van 0 tot 100. Iets afmaken, iets breken, weer opnieuw maken. Leiding geven, dat is een trots waar ik echt... Ik ben er helemaal trots op. Je vertelde dat het noodlot je te pakken kreeg. Wat is er gebeurd, man? Ja, 20 december 2017 werd ik geopereerd aan mijn schouder. En drie vrienden van mij zeiden, kom, we gaan even de stad in. Even lekker iets anders, even frisse luchtje voor jou. Toen reden we, maar ondertussen zagen we dat we werden achtervolgd door een politiebusje. Op dat moment toen ze ons gingen volgen, Felix, dat was niet echt het gevoel, zeg maar, van hé, er gaat wat gebeuren. Het is gewoon een simpele achtervolging, denk je, weet je. Van, ze gaan ons aanhouden, hé, mag ik je rijbewijs zien, je ID en doei, weet je, dachten we. Want dat gebeurde wel heel vaak in Amsterdam. En hier kregen we een stopteken met een felle licht. Okay. En toen maakten wij zeg maar een draai, stopten we hier. En toen zag ik opeens een grote wapen, ik heb dat nog nooit in mijn leven gezien. En die man stond zo en hij zei tegen mij, eruit of ik schiet. Stopte ongeveer hier met die auto. Zo, hè. En ik was zo in shock dat ik wilde uitstappen met een gordel om. Dus ik kaatste terug en toen nog een keer, laatste waarschuwing, stap uit of ik schiet. En ik stap uit en ik doe mijn handen omhoog. Ik zeg nog van, ik ben geopereerd, die andere kan niet. Hij zegt, laatste waarschuwing of ik schiet. Handen omhoog. Ik zeg, het lukt me niet. Laatste waarschuwing? Hoe? Ja. Dat moet iets... zei hij en heeft hij heel vaak herhaald. Dat is ook waar je bang voor bent. En ik stond er, hè, zo met mijn arm, één omhoog, één omlaag. Hij zegt, draai je om op je knieën. En ik draai me zo om. En met die draai kreeg ik een knie van hem in mijn rug. En hij had me in één klap, had hij me gewoon op de grond. En ik hoor gekraak en gekneus in mijn schouder. Kijk even om je heen, zie je drie van die jeeps daar. Ik zag fietsen van politie's, ik zag motors, brommers. Speciale politieeenheid. En ik hoor, ja, ze heette RRT. Dat was dus een antiterreurbrigade? Ja. Hier mensen allemaal wegrennen, daarom mensen allemaal wegrennen. Het is verschrikkelijk. Ik gun mijn vijand dit niet. Ja, dat is achteraf wat ik op sites en zo heb gelezen. Ja, dit heeft zeker weer wat gedaan. Dit is weer een terrorist en weer dit. En als je allemaal dat vond ik zo... Ja, het vernedert je, snap je? Het doet je pijn. Ik schaam me er zelf voor. Maar het is gewoon onmenselijk, vind ik. Het betreft een 24-jarige jongeman die gezien wordt voor een consult na een heftig geweldsincident waar hij en zijn vrienden ten onrechte door een terreurteam van de politie zijn opgepakt. Hij is letterlijk met de dood bedreigd. Ik zie een geknakte jongeman die zijn greep op zijn leven kwijtraakt. Hij heeft een posttraumatische stressstoornis. Wat hem ook parten speelt, is dat zijn beeld van de samenleving is beschadigd. Hij dacht altijd in een land te wonen waar respect is voor elkaar. Ongeacht wie of wat je bent. Eerste moment dat ik alleen was, dat was lastig. Na alles. Alles kwam eruit. Ja, emotie kwam eruit. Emotie kwam eruit. Boosheid. Ik zei, wacht maar. Dit moet je misschien... Ik sprak bijna tegen mezelf.
Toen begonnen die heftige dagen. De tweede dag begonnen de heftige dagen. En dat was? Niet slapen, zweterig wakker worden. Ogen dicht kwam die blinddoek. Ogen dicht kwam die wapen voor mijn ogen dicht. Ik vergeet die gezicht van die meneer die mij eruit heeft gehaald. Die vergeet ik nooit meer. Ja, ik doe echt mijn best om weer de oude Habiel te zijn. Maar dat is lastig na zo'n trauma. Het is psychisch, ook lichamelijk. Want mijn schouder die doet het niet meer. Ik kan niet meer werken anderhalf jaar. Ik was een leidinggevende op de Zuidas. Nu ben ik een persoon, ik kijk mensen aan van, hey, weet hij het ook? Of wat denkt hij over mij? Vroeger voelde ik me echt thuis. Dit was mijn huis. Dit was mijn thuis. Dit was gewoon... Het land was gewoon mijn land. En nu denk ik er helemaal anders over. Echt gewoon omgekeerd.